Hoe groot is de kans dat je niet de vader van je kind bent? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Mij is altijd de raad gegeven als kind. Als ik op babybezoek ga, moet ik altijd zeggen het is helemaal de vader. Allee, dat moet ik toch aan de vader vertellen. Blijkbaar is dat een universeel gegeven. Om de biologische band tussen vader en kind te bevorderen. En volgens sommige biologen is dat zelf de manier om een vader gerust te stellen dat hij de biologische vader is van zijn kind. Want hoe je het draait of keert bij een biologische, natuurlijke bevruchting, is een man nooit helemaal zeker dat hij inderdaad de biologische vader is. Heel de geschiedenis van de mens speelt zich die spanning ook af en zie je die spanning terug. De Romeinen hebben zelf een slogan. Moeder zeker, pater semper incertus. Vader altijd onzeker. Het is zeker een heel veelvuldig thema in roddels en in grappen. En nu dat de melkboeren niet meer langskomen en de postbodes zeker geen tijd meer hebben, is het vooral dan de kinderen van de pizzaleverancier waarover die moppen gaan. Maar niet alleen in grappen, satire, maar ook in boeken, theater. Films en tv-series, het is altijd wel een heel verrassende plotwending wanneer een vader op het punt staat om te ontdekken dat hij niet de echte vader is of de biologische vader is van zijn kind. In de klassieke schilderkunst werd zo'n bedrogen echtgenoot meestal voorgesteld als een hoorndrager. De vrouw zet de echtgenoot echt letterlijk hoorns op het hoofd. Of, zoals in het schilderij van Jan Steen, iets subtieler. In het schilderij zijn we de bedrogen echtgenoot, 17e eeuw. Zijn we te gast op een huwelijksfeest en iedereen heeft het naar zijn zin. Ze zijn eigenlijk wel de bruidegom aan het uitlachen. Die man is veel ouder dan zijn jonge bruid en die bruid blijkt al zwanger te zijn. En hij is niet de vader, want achter de man, of achter de echtgenoot, staat een jonge man met zijn twee vingers het hoorndragerssymbool uit te beelden. En boven zijn hoofd hangen er letterlijk hoorns aan. Dus hij is niet de vader van het kind. Vandaar dat iedereen hem zit uit te lachen. Maar volgens ook het boek Lof der zotheid van Desiderius Erasmus staat, of zegt het hoofdpersonage, het is helemaal niet erg om hoorndrager te zijn. Om een goed huwelijk te hebben, moet je nu eenmaal soms eens door de vingers zien wat je vrouw aan ontrouw doet. Het is ook helemaal niet erg om een koekoekskind te hebben. En koekoekskind, dat is exact nog altijd dezelfde term die we vandaag moeten gebruiken om zo'n kinderen aan te duiden die niet van de echte vader zijn of van de biologische vader zoals verwacht. Het klinkt wat pejoratief. Je zou kunnen zeggen, ja, is dan bastaard of buitenbeentje geen betere term? Maar dat gaat eerder over een kind van een gehuwde man bij zijn minares of zijn bijzit. En je hebt ook onecht kind of een onwettig kind. Dat was vroeger de term voor kinderen die bij ongehuwde moeders werden geboren. Dus we moeten echt gebruik maken van koekoekskind. En dat verwijst naar de vogel, de koekoek, die zijn eieren legt in iemand anders nest. Ja, het vindt nog altijd die term, maar er is weinig consensus onder wetenschappers, want er wordt heel weinig onderzoek gedaan naar dit fenomeen, althans bij mensen. Het is taboe, toch nog altijd, zeker als je erop uitkomt. En in sommige landen is het zelf ernstig misdrijf en is heel zeer strafbaar. Het is ook ten derde zeer moeilijk om te meten in een populatie of in een groep hoeveel koekoekskinderen zijn nu aanwezig. Het gemakkelijkste zou zijn, zeg je, ga gewoon naar een paterniteitslaboratorium, naar een laboratorium dus waar ze vaderschapstesten analyseren. Via DNA. En dan kom je op getallen uit van 10% tot 30%. Nu, natuurlijk, dat is geen representatieve groep voor de hele populatie. En toch zie je die hele hoge koekoeksgraden. Ik noem het koekoeksgraad, dat is het aantal koekoekskinderen in een populatie of de frequentie van koekoekskinderen. Toch zie je dat nog heel vaak terugkomen in de literatuur, in echte wetenschappelijke publicaties. Zelf heel respecteerde wetenschappers zoals Jared Diamond heeft een heel hoofdstuk
over dat de koekoeksgraad bij de mens 10% is. Een heel hoofdstuk in De derde chimpansee. En hij heeft dat alleen maar van horen zeggen van een dokter. En hij heeft daar een heel wetenschappelijke uitleg aan. En er is nog een andere wetenschapper, Mark Pagel, zeer gerespecteerde bioloog, die in zijn boek Wired for Culture beschrijft dat hij een model heeft gepubliceerd waarin hij stelt van, kijk, baby's lijken bij hun geboorte allemaal op elkaar. Dus je kunt bijna geen onderscheid maken tussen baby's. Wel, zegt hij, dat is specifiek om vaders te misleiden. En om hun niet echt op voorhand al een beetje, of ja, na de geboorte, om hen niet al te denken van oei, dat is mijn kind niet en ik ga er weinig investeren. En hij zegt van, om dat als evolutionair aanpassing te realiseren, moet die koekoeksgraad ook 10% zijn. Het is echt bijna een fetisch voor wetenschappers, voor biologen, om die koekoeksgraad zo hoog te stellen. En dat hoor je nog vaak ook in hoorcolleges aan de universiteiten, dat het zo hoog is. En zeker in de populaire media krijg je die hoge koekoeksgraden. Het is dat eigenlijk ook toen mijn grootnonkel, die met stamboomkunde bezig was, zijn passie opeens verloor van de ene dag op de andere dag. Hij was namelijk erin geslaagd om via parochieregisters en burgerlijke stand terug te gaan 10 generaties ver in zijn stamboom, 10 generaties in zijn vaderlijke lijn. Maar dan zag hij opeens die nieuwsberichten over 10% koekoeksgraad. Dan zegt hij 10 generaties terug, maal 10%. Dat zijn mijn voorouders niet meer. En die is eigenlijk heel zijn stamboom passie verloren. Ik vond dat heel erg. En toen ik dan in biologie als geneticus, want dat is mijn job, of mijn onderzoeksdomein, dan wou ik eigenlijk bij de mens eigenlijk eens goed onderzoek doen. Want dat vind je heel weinig in de biologie. De beste, wat blijkt, wel de beste cijfers voor de huidige populatie over koekoekskinderen en hoeveel dat er zijn in een populatie, vind je in medische studies. Wanneer in het ziekenhuis, wanneer een kind een erfelijke aandoening blijkt te hebben, wil men toch weten of het via de vader of de moeder is doorgegeven. Wel, dat zijn de beste studies om zo'n koekoeksraad te meten. En daar blijkt dat het maar 1% is. Het is zeker niet 0%. Procent, maar het is zeker ook geen 10%. Het is 1% en dat blijft eigenlijk een constante in de hele westerse wereld en zelfs ver daarbuiten. Maar natuurlijk, dat is van vandaag de dag. En uiteraard, we hebben nu anticonceptiva, we hebben kennis over seksueel overdraagbare ziektes. Ja, wie zegt dat dat 200 jaar geleden zo was, of 300 jaar geleden? Dus ik kan ook nog geen antwoord bieden aan mijn grootnonkel. Maar hij heeft mij wel die passie doorgegeven om stamboomonderzoek te doen en naar die voorouders terug te gaan, kijken wat hebben die allemaal gedaan. En als geneticus wou ik dat daaraan koppelen, mijn genoom daaraan koppelen, want DNA of ons genoom, de verzameling van genetische informatie, dat is eigenlijk een levend archiefdocument die in elk van ons zit en die wij overerven van onze ouders, grootouders, overgrootouders. Als je dat bij elkaar kunt verifiëren, een juridische stamboom en een biologische stamboom, dan hebben we de kans om die koekoeksgraad in het verleden te meten. Nu, er is één specifieke merker in het hele DNA die daarvoor heel geschikt is. En dat is het Y-chromosoom. Het Y-chromosoom is spijtig genoeg enkel bij de mannen, maar spijtig... Dat geeft ook heel veel voordelen, want we weten wat het traject is in het verleden van dat Y-chromosoom. Want we krijgen, elke man krijgt dat van zijn vader, zijn vader, zijn vader. En per doorgeefmoment weet je dat er een paar mutaties kunnen voorkomen. Een paar mutaties, wel, dat maakt ons mogelijk om van elk koppel mannen die hier in de zaal zitten exact te berekenen wanneer zij hun meest recente gemeenschappelijke voorvader hebben gehad. Door die mutaties van twee mensen te vergelijken, kunnen we achterhalen, is dat 50.000 jaar geleden, 2000 jaar geleden, 500 jaar geleden, of zijn dat twee broers? En dat kan je natuurlijk verifiëren met of linken aan stamboomgegevens. En dus twee mannen die op basis van documenten vanuit historische gegevens een gemeenschappelijke voorvader hebben gehad, die moeten dan ook een zeer gelijkaardig Y-chromosoom hebben. Wanneer dat niet het geval is, wanneer dat er duidelijk twee verschillende Y-chromosomen zitten waar je er verwacht dat zij hetzelfde hebben, dan weten we dat er in die loop van de geschiedenis tenminste één koekoeksgraad heeft plaatsgevonden. Door dat voor honderden koppels te doen, kun je de koekoeksraad in het verleden of toch het gemiddelde achterhalen. En wat blijkt? We hebben dat voor de eerste keer wereldwijd gedaan in Vlaanderen. Allee, voor de eerste keer in Vlaanderen gerealiseerd. En wat bleek daaruit? Dat de koekoeksraad, de historische koekoeksraad, gemiddeld 1% is.
per generatie. Exact dezelfde wat we vandaag in de kliniek of in het ziekenhuis terugvinden. Ik heb zelf ook die test natuurlijk gedaan met een achterneef in de 19e graad. We hadden een gemeenschappelijke voorvader in 1620 in Menen. Nu hadden wij in de familie wel wat schrik van, ja, als, stel dat dat niet klopt. Nu, ik heb mijn familie dan kunnen overtuigen, moest er toch een verschillend Y-chromosoom vinden, dan zou dat waarschijnlijk in die andere tak geweest zijn dan die van mijn familie. Maar daar kan je dan ook later voor testen, want we hebben sommige stambomen tot 30 families of 30 familieleden tot in de 1400 en zelfs nog verder. En dan kunnen we echt gaan bepalen wanneer en hoe dat, hoeveel koekoekskinderen er gebeurd zijn in de geschiedenis. Nu, toen ik met die 1% naar conferenties ging in het buitenland, dan zeiden ze allemaal, Maarten, dat is allemaal heel interessant, maar dat is Vlaanderen. En Vlaanderen is wel zeer katholiek, dat kreeg ik te horen. Het zal wel helemaal anders zijn in het zwoele zuiden. Of in het barre noorden ga je helemaal andere getallen tegenkomen. Wel, wij hebben het onmiddellijk ook gedaan voor Nederland. En met collega's ook, hebben we het ook geanalyseerd in Engeland, in Italië, in Spanje. Zelfs in Zuid-Afrika en in Mali. En dat kwam allemaal rond die 1% uit, gemiddeld. Dat is zeer opvallend. In Mali was het iets hoger, was het 1,8. Maar daar moesten we toen, of de collega's moesten het daar doen, met mondelingen stambomen. Natuurlijk, ja, die zijn minder betrouwbaar. Maar opvallend was wel voor Mali dat je daar wel verschillen kon zien in éénzelfde dorp tussen mensen die een andere religie hadden. Dus je had daar echt wel verschillen. En die antropologen die wijzen daarop dat dat kwam door een verschil aan sociale controle binnen die gemeenschappen, binnen datzelfde dorp. En dat vond ik interessant. En dat wou ik ook in Vlaanderen zien. Zijn er factoren die ook inspelen op die koekoeksgraad? Kun je verschillen zien tussen dorp en platteland, tussen mensen met een verschillende sociale achtergrond of tussen wanneer er een groot leeftijdsverschil was tussen de man en de vrouw. Kun je allemaal in een groot model steken en u, om te proberen te zien welke factoren hebben invloed. Wel, wat hebben we gevonden? Wel, dat leeftijdsverschil tussen man en vrouw in een huwelijk, dat was geen factor die een invloed had. Wel een invloed had de densiteit van waar de persoon was geboren. Dus eigenlijk het verschil tussen stad en platteland. In een stad vond je veel meer koekoekskinderen dan op het platteland. En eigenlijk is dat ook wel logisch. Hè? In een platteland heb je veel meer sociale controle. Is ook iedereen een beetje verwant aan elkaar, toch? Ik woonde in een klein dorp tot vorig jaar in Zandbergen, bij Gerardsbergen. Nu, ik kende iedereen van de straat. Ik wist ook wie bij wie op bezoek ging. Van sociale controle kan dat tellen. Maar in Leuven, waar ik nu woon, daar ken ik zelfs mijn eigen buren niet. Dus ja, dat is een heel andere dynamiek. Maar wat de meest opvallend was, was dat wij een verschil zagen tussen families met een verschillend sociaal-economische achtergrond. En vooral bij de lage inkomens was die koekoeksgraad veel hoger dan bij de middenklasse, hoge klasse en de boeren. Dat is zeer opmerkelijk. We kunnen daar ook nog niet gemakkelijk een verklaring aan geven. Je zou kunnen zeggen, ja, misschien waren die mensen of die vrouwen meer bereid om ontrouw te zijn, om uit die ellendige situatie te komen. Want vaak was dat met heel lage socio-economische omstandigheden. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, die hebben meer te maken met seksuele agressie. Dus we zitten eigenlijk te zoeken nog welke factoren hebben invloed en waarom. En je zou kunnen zeggen, ja, is dat nu echt zo belangrijk? Dat is ook maar 1% van de bevolking. Maar ja, in absolute cijfers is dat natuurlijk bijzonder. Gaat het nog altijd over heel veel mensen die in dat geval zitten. En we zien daar nu op dit ogenblik toch wel veel van verschijnen. Heel veel van die familiegeschiedenissen komen uit, of familiegeheimen, door internettesten of DNA-testen die via het internet verkocht worden. Zogenaamde Ancestry DNA-testing, waar die verklaren of beweren dat zij kunnen achterhalen van waar uw voorouders vandaan komen. Nu, ze zijn daar in dat gegeven wel vrij slecht in. Allee, toch niet op een kleine schaal zijn ze zeer slecht daarin. Maar ze zijn zeer goed, zeer accuraat, om verwantschappen aan te duiden. Om te zeggen, dat is een halfbroer van u of een halfzus of er woont daar een verre verwante in Amerika. Daar zijn ze zeer accuraat in. En natuurlijk, ja, er komt heel veel nu naar boven door al die mensen die dan onverwacht te maken hebben met een koekoekskindende familie of dat zij ontdekken
dat ze er zelf een zijn of dat hun kind niet van hun is. En vaak bij die testen komen zij dan in een soort... Ja, dat is heel onverwacht dat ze daar resultaat krijgen, zonder counseling, want die bedrijven zorgen daar niet voor. Dus dat is heel moeilijk om daarmee om te gaan. En zij vragen ook niet meer of dan veel meer kennis over dit fenomeen. Dat proberen wij te doen met ons onderzoek aan de KU Leuven en met Historisch VZW. Proberen we nog meer kennis te hebben, want we kennen er veel te weinig van over die koekoekskinderen. Nu, de eindvraag of de beginvraag was: hoe groot is de kans dat je niet de vader van je kind bent? Ja, dat is dus klein. Je mag dus voor 99% zeker zijn dat je kind van u is. En dat is zowel vandaag als vader dan toch. Dat is zowel vandaag als in het verleden. Ik dank u wel.